Het World Economic Forum in Davos is in volle gang. Er is al genoeg over gezegd en geschreven, maar wat blijkt nu? De belangrijkste mensen ter wereld huren massaal escorts in. Wij hebben afgesproken met Amy en zij is eigenaar van het Nederlandse escortbureau Pink Sheets. En geloof het of niet, ook haar meiden zitten op dit moment in Davos. Je hebt je meiden in Davos zitten. Ja, dat klopt helemaal. Ja. Dat is een goede kans voor ons. Wanneer zijn ze geboekt ongeveer? Hoe lang geleden is dit? Ongeveer 2 maanden geleden. Juist. Ja. En wist je toen al waar het om ging of niet? Uiteindelijk heb ik doorgevraagd en hebben ze me dat verteld. Maar hoe minder mensen het weten, hoe beter. Dus ja. Het was niet heel makkelijk om daarachter te komen. Juist. En zeker niet voor wie het was. Nee. Nee. En dat ga je nu ook niet vertellen? Zeker niet. Nee. Hoeveel meiden heb je daar zitten? Op dit moment 4. Maar 4. Ik sluit niet uit dat er misschien nog een aantal invliegen. Vraag je dan daar ook meer dan hier? Of hoe zit dat? Nou, dat zou misschien zakelijk wel slim zijn. Ja. Maar om een beetje transparantie te houden in de prijzen. Kijk, die mensen kunnen ook lezen. Zijn het gewoon dezelfde tarieven als in Nederland. Juist. Alleen de reiskosten zijn hoger vanwege het vliegen, de reistijd. Ah. Taxikosten, dat soort dingen. Wat betaal je dan? De heertjes in Davos, wat leggen ze neer? De heertjes. Voor hoe lang? De prijs hangt af van de duur. Oké. Okay. Voor hoe lang zijn ze geboekt? Nou, deze dame is dan voor 2 dagen. En dat kost dan? €6.000 per dame, extra reiskosten. Hoe hebben ze het daar? Nou, ik hoor heel weinig. Dus we hebben af en toe even een contactmomentje. Maar leven ze nog? Ik krijg alleen maar goede emoticons en goede berichten. Ja. Oké, okay, maar ze zijn in leven? Ja, en ze worden natuurlijk ondergedompeld in luxe. Dus dit zijn er wel de koekjes uit de trommel, zeg ik altijd. Ja. Wil je vertellen welke meiden het zijn of dat hou je voor je? Nee, dat hou ik uit discretie voor hun. Okay. Hou ik voor me. Ja. En die mannen dan, hè? Zijn dat politici? Zijn het zakenlui? Is daar wat over te zeggen? Mix van beide, ja. Kan je wel een tipje van de sluier oplichten. Het zijn geen heren uit Nederland. Ah. Want in dit segment is het wel zo dat als het mensen zijn die bekend zijn, om welke reden dan ook, of nou artiesten zijn of zakenmensen, hoe verder weg de dames komen, hoe beter. Kijk, zoiets is natuurlijk heel intensief de hele dag. Ja. Luisteren en denken. Dus stoom afblazen, dat is wel letterlijk zo natuurlijk. Word je escort zit natuurlijk heel erg op seks toe. Mm-hmm. Maar ik denk dat dat relatief wel meevalt. Okay. Zijn natuurlijk ook vrij moe na het einde van de dag. Ja. Dus heel veel, ik denk, maar goed, dat is niet... ligt niet vast. Ik denk dat het aantal rondjes wel meevalt. Hoe is het voor jou? Ik bedoel, dit is wel stoer, toch? Dat je die meiden daarheen levert? Of? Dat gebeurt eigenlijk wel heel vaak. Alleen dit is natuurlijk een gelegenheid waarbij het heel erg uitgemeten wordt in de media. Ja. Maar het gebeurt dagelijks dat dat soort cliëntele dames mee laten vliegen naar waar dan ook ter wereld. Ja, oké, maar dit is een heel gebeuren daar. Hè? Het is een beetje omringd van mystiek en dan lever jij ook nog eens de dames van plezier. Ja, is toch fantastisch? Ja. Is toch echt fantastisch? Had je er zelf graag willen zijn? Maar niet meer om dit te doen. Nee. Nee, oké. Okay. Nee, maar wel, ik zou wel even een kijkje willen nemen van hoe gaat het daar allemaal aan toe? Ja. Want voor de duidelijkheid, je hebt het zelf ook gedaan, het werk? Ja, voordat ik Pink Sheets begon heb ik 3 jaar zelf dit werk gedaan. En toen heb ik alle informatie verzameld. En van dat oogpunt mijn eigen bedrijf begonnen. Yes. En dat is nu uitgegroeid tot een internationaal succesvol bedrijf. Ja. Wat is het laatste dat je hebt gehoord uit Davos? Wat is het laatste bericht? De suites betere kwaliteit zijn dan hier in Nederland de 5-sterren hotels zijn. Ja. Ja. Want daar verblijven ze in. Ja, klopt. Ja.